Ik ga geen historische voorbeelden geven, maar er zijn talloze voorbeelden te bedenken waar echt kantelpunten zijn geweest in de geschiedenis. En die zijn er nooit geweest door mensen die zich aan de regels hielden, maar altijd opstonden tegen heersende macht. Negeer advies en wees onconventioneel. Ja, hallo en welkom bij de Boos Anti-Corona-Depressie podcast, waar we elke dinsdag en donderdag om 4 uur gaan proberen je niet boos, maar blij te maken. En dat doen we eigenlijk door heel veel positieve dingen in je hoofd te stoppen, zodat je in ieder geval de podcast beter uitkomt. En vandaag gaan we het hebben over: hoe kan jij nou de maatschappij veranderen? En dat ga ik je straks uitleggen. En dat doen we onder andere met dit. Vrijwel niemand van de beleidsmakers, politieke mastodonten of andere zetelvullers hier uit deze kamer wist mij een fatsoenlijk antwoord te geven. En met dit. Wat denk jij dat er gebeurt als je naar Irak gaat? Dood. Ja. Ja. Ja, dus? Nou, spannend. Wat gaat het worden? Oh mijn god, maak me gek. Vertel het ons. Nee, wordt leuk. Ga er maar goed voor zitten. Welkom bij een nieuwe podcast. Oké. Hey, we hebben in de afgelopen podcasten het veel gehad over hoe kan je nou zorgen dat je bijvoorbeeld lekker in je vel zit. Hè? Dus hoe kan je nou zorgen dat je deze tijd goed doorkomt? Vandaag gaan we het iets breder trekken. Want, en dat lezen we veel in de mailbox, maar ook herken ik dat toch een beetje bij mezelf. Want ik ben ook doorgaans iemand die heel de dele dag rent en vliegt en veel beweging wil laten brengen of zo. Dus ik kan me voorstellen dat je thuis op de bank zit en dat je misschien je werk doet, of dat je misschien helemaal geen werk doet, of dat je een beetje uit je ritme bent, of uit je doen bent, of dat er allemaal... Dat was mijn deurbel. Dankjewel! Dat je uit je ritme bent. Waar was ik ook weer gebleven? Ja, ik laat het er ook gewoon in. Dat gebeurt, hè, als je een podcast thuis maakt. Maar het kan ook zo zijn dat je nu zit te luisteren en denkt: de wereld staat in brand. Er woedt een pandemie. Dit gaat gevolgen hebben voor hoe we onze samenleving indelen. Dit gaat gevolgen hebben voor de economie. Dit gaat gevolgen hebben voor mijzelf, voor mijn buren. Hoe dan ook, kan het zo zijn dat je nu thuis denkt: er moet iets gebeuren, ik wil wat doen. En dat je misschien niet zo goed weet wat of waar je moet beginnen. Dat is in ieder geval wat wij veel lezen en wat ik veel hoor. En toen dacht ik: laat ik nou met deze podcast wat handvatten geven, zodat je in ieder geval het idee hebt dat je wat zou kunnen doen. Wil je nou komende tijd de wereld veranderen? Want als er een moment is in de geschiedenis van in ieder geval jouw bestaan, maar ook van dit land, dan is dit zeker weer een moment dat er dingen kunnen en misschien zelfs moeten veranderen. En daar kan jij invloed op hebben. Het is ook helemaal goed als je thuis op de bank zit en denkt: ik luister gewoon lekker mee, ik heb er helemaal geen zin in. Voel vooral geen druk daarover. Maar voor iedereen die denkt: handen uit de mouwen, ik wil wat doen. Hier heb je 5 tips hoe je impact kan gaan maken en dus de wereld kan veranderen. Ik ga eerst, voor ik die tips en tricks ga vertellen, ga ik heel eventjes, en dat is niet om te pochen, even de afgelopen 4 jaar erbij trekken en de dingen die ik en wij met Boos bijvoorbeeld gedaan hebben. Dat zijn even 4 voorbeelden en aan de hand daarvan ga ik dan ook jullie uitleggen wat je zelf zou kunnen doen als je dus wat wil veranderen in de maatschappij. Maar het is wel goed om dan alvast even aan te halen de dingen die wij gedaan hebben, zodat ik daarnaar kan refereren en dat je weet wat ik bedoel. En dan beginnen we in 2016. Voorzitter, dank u wel. Eerder dit jaar stelde ik hier in de Kamer de vraag wat nou eigenlijk de gevaren zijn bij het gebruik van ecstasy. En vrijwel niemand van de beleidsmakers, politieke mastodonten of andere zetelvullers hier uit deze Kamer wist mij een fatsoenlijk antwoord te geven. Dit alles zou weinig waarde hebben als het hier niet ging om de mensen die het Nederlands drugsbeleid moeten maken. Aangevoerd door minister van Veiligheid en Justitie, die ooit beweerde dat hij een vriend verloor aan het gebruik van hash, iets wat nog nooit ergens geregistreerd is, op misschien de enkele keer dat iemand een blok hash van 90 kilo op zijn hoofd kreeg, zou je kunnen stellen dat wij van Spuiten en Slikken ons terecht zorgen maken. Ja, en je hoorde een stukje van mij in de Tweede Kamer en ik gaf daar een speech. Ik mocht daar praten in de plenaire zaal als een echt politicus. Want wat hadden wij gedaan? Wij hadden het jaar daarvoor met Spuiten en Slikken een burgerinitiatief opgezet. Namelijk: 1 pil te veel maakt geen crimineel. Lang verhaal kort. Het was zo dat als je op een festival gepakt werd met 1 pil te veel in je zak, dat je dan je gedrag, je verklaring omtrent gedrag kwijt kon raken en geen psycholoog of volgens mij zelfs vuilnisman meer kon worden. En correct me if I'm wrong. Maar dat had heel veel impact
op je leven als je met één pilletje te veel werd gepakt. Dus we hadden een petitie opgezet. In een paar maanden, 3 maanden, 40.000 handtekeningen geregeld. En toen, verdomd, inderdaad, mocht ik voor de Kamer bepleiten waarom het een slecht idee was als deze wet zo bleef. Nou, dat was leuk. Daar gingen mensen over debatteren. En dat was heel bijzonder. Dat was 2016. Als je niet het werk erover hebt, je kan het altijd even googlen. Dan 2017. Goed nieuws! De stembus gaat rijden vandaag. Wat gaan we doen? We gaan naar in Holland, HBO hier in Rotterdam. Iedereen die wat wil weten over politiek, die mag bij ons aankloppen. Iedereen die wil weten waarom die moet gaan stemmen, mag bij ons aankloppen. Er is alleen één maar vandaag. En dat is... ze weten nog niet dat we komen. Dus we hebben nog niet echt toestemming gevraagd. Maar ja... 2017, dat is nu 3 jaar geleden, was, als ik me niet vergis uit mijn hoofd, 15 maart waren de verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen. En 6 weken daarvoor ontstond op Twitter door mij en wat andere mensen een idee, namelijk de stembus. En de stembus was een bus, of eigenlijk meerdere bussen, die door Nederland gingen rijden van mbo naar hbo naar universiteit en weer terug. Om zo te zorgen dat onze generatie, generatie I en ook die daarna, generatie Z, naar de stembus zou gaan. Want wat was nou gebleken? De verkiezingen in Amerika en Brexit, daar waren heel veel jonge mensen niet naar de stembus gegaan. En die hadden achteraf zoiets van, shit, was ik nou maar wel gegaan. En los van je politieke kleur, hè, is het natuurlijk wel belangrijk dat wij als generatie vertegenwoordigd zijn binnen de politiek. Dus toen hebben wij een heel groot initiatief, eigenlijk campagne opgezet, 6 weken lang. En zijn van talkshow naar talkshow, van mbo naar mbo gegaan, naar hbo's, universiteiten. Nou, ik heb volgens mij tot aan dineren met Mark Rutte toe, heb ik en we met een heel groot team, waaronder het Boos team, maar ook wat andere mensen die daar zeker ook credits voor krijgen. Zeki, Gosse Bauma, Lisa, de Koning, Rutger de Kwaai, weet ik veel, Katelijn Blok. Grote teams waren dat. Hebben we 6 weken campagne gevoerd. En sindsdien staat het ook echt op de agenda. Onze generatie en politiek. En hoe bereik je nou jongeren binnen de politiek? En volgens mij was het startpunt toen dat 50% van de jonge mensen aangaf naar de stembus te gaan. En uiteindelijk is dat 67 geworden uit mijn hoofd. Dus dat was goed. En dat was minder dan de verkiezingen ervoor, maar meer dan het initiële startpunt. En het is dus nu voor altijd geagendeerd. Dat was een grote campagne. Wat leuk om te vermelden was, zelfs de BBC en CNN kwamen toen naar Nederland om te checken wat we aan het doen waren. Dat was heel leuk. En ik hoop dat dat ook een soort olievlek is geworden, maar dat heb ik nooit gecheckt. Dan 2018. En daar hoort dit fragment bij. En dat ken je misschien nog wel. Waar ben jij geboren? Nederland. Nederland. Hoe lang geleden? 9 jaar. Dan is het natuurlijk de vraag, waarom zou hij nou naar Irak moeten? Ja. Omdat het in Irak niet zo onveilig is dat je daar niet zou kunnen leven. En ik snap dat het heel vervelend is. Omdat je natuurlijk je vriendjes hebt en op school hebt gezeten. Wat denk jij dat er gebeurt als je naar Irak gaat? Dood. Ja. Ja. Ja, dus? Ja, ik denk, dacht je toch even voor. En dat was inderdaad Nemmer tegenover Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD, bij de patatbalie in de Tweede Kamer. En dit was een fragment uit onze Boos-documentaire Terug naar je eigen land. En dat ging over uitgeprocedeerde kinderen die naar hun, tussen aanhalingstekens, eigen land moesten. En dat waren kinderen die hier 5 jaar of langer in Nederland woonden. Nemmer bijvoorbeeld, die was hier geboren. En die moesten dan in zijn geval naar Irak. Nou, daar was een wet voor, namelijk de wet waar het kinderpardon bij hoorde. En onze overheid hield zich daar niet aan. Toen hebben wij die film gemaakt en een petitie gestart met 250.000 handtekeningen. En uiteindelijk is het regeerakkoord opengebroken en kwam dat kinderpardon er. Nou, dat was fantastisch. En ik zal straks ook uitleggen onder andere de methodes die wij daarvoor gebruiken. Want doen we nog steeds met Boos of gebruikt hebben. Wat wel goed is om te vermelden is dat ik dit niet allemaal uit een boekje heb, maar gewoon door op mijn muil gaan, zoals we dat in Rotterdam zeggen, en weer opstaan en kijken wat werkt en wat niet. Maar wat ik je straks ga vertellen, werkt voor mij in ieder geval wel goed. En dan 2019. Super dat jullie dit doen. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat jullie je zo inzetten vanuit al deze jonge organisaties. Voor de toekomst van deze generatie. Dus ik neem het heel graag in ontvangst. En nogmaals, heel veel plezier. En dit ging over het manifest dat wij met Coalitie I hebben gemaakt. En Coalitie I, dat is een initiatief
van de ChristenUnie en jonge organisaties en ik eigenlijk. En wat wij doen is we organiseren werkgroepen. Daar kunnen mensen naartoe komen. Zoek dat vooral een keer op, coalitiei.nl. Wij zorgen dat we input krijgen. Wat zijn nou de grootste zorgen van onze generatie, generatie I en generatie Z? Daar hebben we toen een manifest van gemaakt met 10 standpunten. Onder andere het leenstelsel wat eruit zou moeten gaan. Dus dat je als student nu geld moet lenen in plaats van de studiefinanciering kan krijgen. En we hebben dus een lobby en daarmee zitten wij dan aan tafel met mensen uit de politiek. Anyway, dat is dus een werkgroep en lobbyapparaat waar wij met input van andere Nederlanders aan het werk gaan. Nou, dat zijn even de 4 dingen om mee te beginnen, zodat je dat in je hoofd hebt. Dus dat spuit en slikken burgerinitiatief, de stembus, de grote campagne om onze generatie te laten stemmen, terug naar je eigen land, de documentaire en ook het de petitie met 250.000 handtekeningen en coalitie I, dus de lobbygroep. Dat gezegd hebbende, gaan we beginnen met de 5 tips. Tip 1 is trechter naar een klein onderwerp. En dat is heel erg belangrijk. Want wat we geneigd zijn te doen als we willen dat de maatschappij ergens over praat, is zeggen, we moeten het hierover hebben. We moeten het hebben over de boeren die in de knoop komen als het gaat om stikstof en het beleid van de overheid. We moeten het hebben over klimaat. We moeten het hebben over de zorg. We moeten het hebben over onderwijs en over immigratie. En dat zijn allemaal veel te grote, brede en vooral complexe dossiers. Dat zijn dossiers die heel erg veel omvatten. En daarom moet je altijd zorgen dat als je iets wil agenderen, dat je een klein stukje eruit neemt, zodat het ook te behappen is voor andere mensen. Dus wat wij hebben bijvoorbeeld gedaan, is niet zeggen, jongens, er gaat iets helemaal mis binnen het immigratiebeleid. Nee, wij zeiden, er is iets aan de hand. Namelijk, er is een kleine groep mensen, 500 kinderen of 400 kinderen waren toen, uiteindelijk 600 geloof ik, die het land uit moeten, die hier geboren zijn of hier langer dan 5 jaar wonen. En toen hebben wij gezegd, dat kristalliseren we helemaal uit tot aan het laatste regeltje aan toe. En daar zou je die documentaire van moeten kijken. En dat is waarmee wij de hort op gaan. We hebben niet gezegd, hier heb je een dossier en we gaan daarover debatteren. Maar we hebben dus dat haakje gevonden van bijvoorbeeld de zaak van Nemmer. Dat was een heel concrete zaak. Dus je moet ook echt een haakje vinden en iets concreet maken. En dan zeggen, luister nou, dit is niet goed. En iedereen begreep waar we het over hadden. Nemmer was ook een mens en geen dossier. En dat is even mijn side note voor dit. Dat je echt altijd moet zorgen dat mensen ook begrijpen waar je het over hebt. En daar moet je niet een kind voor gebruiken. Nemmer was gewoon een van de kinderen. Maar dat was wel iemand van wie we moesten laten zien. Hey, luister, dit is aan de hand. Als het gaat om die pillenpetitie bijvoorbeeld, waar we dat burgerinitiatief voor hebben geregeld, die 40.000 handtekeningen. Ook daarvan konden we zeggen, jongens, we moeten het hebben over drugs en het drugsdebat en waarom we dat op deze manier moeten doen. Maar wat we hebben gezegd is, nou, er is een wetje. En dat wetje zorgt er dus voor dat als jij 1 pil te veel bij je hebt, dat je je verklaring omtrent gedrag niet krijgt. Daardoor wordt het heel concreet. Daardoor gaat het ook heel erg over jouzelf, tuurlijk. Het is ook eerder op te lossen. Je kan namelijk niet zeggen, er is een probleem met drugs. Oké, we gaan het allemaal oplossen. Nee, je moet dat per probleem aanpakken. Wat ik probeer te zeggen is, zorg nou dat het concreet is. Als je het hebt over het klimaat, dan zou je bijvoorbeeld kunnen focussen op een onderdeel. Als het stikstof en daar weer een klein dossier binnen. Als het gaat over milieu, heb het over plastic in plaats van het hele milieu. En dat concreet maken werkt dus heel goed. Dus niet het hele grote brede dossier, maar haal daar iets uit waarmee je wel de maatschappelijke discussie op gang kan krijgen. Dat is ook in dienst van dus het hele brede dossier. 2. Ken het speelveld. Dit is interessant, want dit is schaken. Als je je gaat bemoeien met grote zaken, of dat nou een maatschappelijk publiek debat is, of dat nou is dat je binnen een groot bedrijf iets wil veranderen, of dat nou is dat je op kleinere schaal in de buurt iets wil veranderen, je moet het speelveld kennen. En daar zijn een paar dingen
waar je rekening mee moet houden. En ik heb voor mezelf de volgende vraag opgeschreven. En het is ook voor mij heel verhelderend om dit te vertellen, hoor. Want dan snap ik ook nog beter soms wat we doen. Hoe we dan dingen voor elkaar krijgen. Kijk, wij doen het met Boos natuurlijk heel erg veel. En Boos is ook een programma waar een vorm van activisme in zit. En ik ben ook iemand die me echt druk maakt over een aantal zaken. Overigens ook goed om te zeggen dat je hoeft het ook absoluut niet, als je dit luistert, allemaal met me eens te zijn. Doe dat niet, hoor. Vind lekker je weg in. Mijn kleur is ook maar mijn kleur. Ken het speelveld. Dit zijn de vragen die je zelf even moet stellen, denk ik. Namelijk 1. Wat wil je nou eigenlijk? Nou, wij wilden bijvoorbeeld met dat kinderpardon dat die kinderen daadwerkelijk een kinderpardon kregen en dat de wet zou veranderen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, omdat bijvoorbeeld dat meewerkcriterium, dat een onderdeeltje was van die wet wat heel erg tegenwerkte bij het uitvoeren van die wet, waardoor die kinderen dus allemaal in het geding kwamen. Wat zijn de spelregels, hè? Nou ja, dat gaat dus bijvoorbeeld kennen over wat zijn nou de morele kaders binnen een maatschappij? Wat vinden mensen eigenlijk? Wat zijn de wetten? Wat zijn de regels? Wie vindt wat waarom eigenlijk? Dus je moet heel veel praten, heel veel lezen, echt dossiers vreten, om te kijken wat zijn nou de regels als ik het heb over een bepaalde zaak. Als wij de stembus gingen doen in 2017, dan moeten we natuurlijk wel weten, wat zijn er de cijfers? Wat wil onze generatie? Waarom gaan ze wel naar de stembus of niet naar de stembus? Op wie stemmen ze en waarom? En wat doen die mensen goed of wat doen die mensen juist niet goed als ze geen publiek meekrijgen? Wie is de vijand? Dat is natuurlijk een beetje een nare. Maar hij is wat bold, hè? Want je hoeft niet altijd een vijand te hebben. Maar het is wel goed om te beseffen, wat zijn nou de beren op de weg? Wat ga je nou tegenkomen? Wie ga je nou tegenkomen? Wij hadden op een gegeven moment bij het kinderpardon, wij hadden die documentaire gelanceerd. Wij hadden die petitie gelanceerd. Nou, dat ging als een malle. We hadden maar 40.000 handtekeningen nodig om het in de Kamer bespreekbaar te krijgen. Dat werden de 250.000. En dat hele, ik heb daar nooit voor de Kamer gestaan, omdat het op een gegeven moment ook geregeld was. Maar ook omdat er zoveel pers opdook, dat ik dacht, ja, wacht eens eventjes. Volgens mij moeten we ook goed weten op wie we dan nu aimen. Nou, de vijand in die zin was natuurlijk de regering. En dat klinkt heel vervelend, want ik ken eigenlijk inmiddels geregeld mensen in de regering. Daar zitten hele aardige mensen in van allerlei partijen. In alle politieke partijen zitten aardige mensen. Ook klootzakken. Gewoon een goede dwarsdoorsnede van de mens, zeg maar, zit daar als het goed is. Dat zal helemaal niet helemaal waar zijn, hoor. Dat begrijp ik ook wel. Wat ik probeer te zeggen is, weet wie je vijand is. Nou, dat was bij ons de regering. En dat op een gegeven moment kan je dat ook smaller maken, hè? Dus wij begrepen dat D66 en de ChristenUnie heel erg voor het plan waren om die kinderen een pardon te geven uit humaniteit. We begrepen dat CDA en VVD dat heel lastig vonden. VVD natuurlijk, omdat zij hun rechtse electoraat niet kwijt wilden aan bijvoorbeeld Thierry Baudet en Wilders. En CDA, omdat die eigenlijk een trauma hadden van de vorige keer toen ze met Wilders in een kabinet zaten en een kinderpardon hadden gegeven. Nou, dat was allemaal een shitshow geworden ten tijde van Mauro. Dus wij dachten, nou goed, dan moeten wij dus aimen op CDA en VVD. Nou, hoe we dat gedaan hebben, dat is een hele lange verhaal. Daar kan ik nog 18 podcasts mee vullen. Dat zal ik misschien een andere keer doen. Maar wij wisten wel heel goed, wij moeten nu aimen op VVD en CDA. En toen heb ik bijvoorbeeld bij de Wereld Draait Door een keer gezegd, was ik daar tafelheer. Jongens, mail nu alsjeblieft allemaal het CDA en vraag om dat kinderpardon uit de humanitaire overwegingen. Nou, en dat soort dingen werkte wel. Breng me naar de volgende, namelijk wie is je vriend? Dat is ook een regel in het speelveld die je moet weten. Bij ons was bijvoorbeeld de kerk een goede vriend in dat hele dossier van het kinderpardon. De kerk die stond heel erg hetzelfde erin als wij. Namelijk op humanitaire gronden moet je kinderen niet zomaar naar Irak of Congo sturen. Dat kan je niet maken. En zij hadden een heel andere werkwijze, maar wij konden elkaar wel goed achter de schermen vinden. En ook om bijvoorbeeld een partij als CDA met een grote christelijke achterban samen te overtuigen van, hey, luister nou, zet nou druk op je partij, want dit is niet humanitair. En nogmaals, je zit te luisteren als je denkt, oh, ik ben het zo met je oneens, dat kan, maar dit is gewoon even hoe wij gewerkt hebben. Nou, dan de volgende twee vragen. Wie heeft wat te winnen, wie heeft wat te verliezen? Als je de vraag wie heeft wat te winnen gaat beantwoorden, dan gaat het eigenlijk over met wie kan je onder één hoedje spelen in een maatschappelijk debat als je iets voor elkaar wil krijgen. Dus zoek allies op, dus wie zijn je vrienden, maar weet ook wat ze daarmee kunnen winnen. Politici bijvoorbeeld in verkiezingstijd, dat zijn makkelammetjes. Die komen altijd overal opdraven, want die moeten campagne voeren. Dus wat wij deden bij de stembus was gewoon zeggen, in de tijd voor de stembus, wij zeggen,
wij jonge mensen moeten stemmen. Dan hebben we wel politici nodig die uitleggen waarom. En dat ze het serieus moeten nemen. Nou, wij wisten die politici, die wilden maar al te graag komen. Want die konden eventjes weer zichtbaar zijn. En zo stonden wij gerust met Mark Rutte in een trein. Interviewtjes te doen met mensen die even op Mark Rutte, toen ook al minister-president, mochten schieten, weet je wel. Dus als je weet wie wat te winnen heeft, dan kan je daar ook op een bepaalde manier gebruik van maken. En het is ook goed om te weten wie wat te verliezen heeft. Want als je met een kinderpardondossier bezig bent, dan weet je dat deze 60 achterban veelal zegt, ja, dat kinderpardon moet er komen. En als ze dat niet doen, dan worden ze boos. En dan verliest zo'n partij electoraat. Nou, dit is allemaal heel politiek. Dit kan op 100 manieren. Nogmaals, dit kan ook in een publiekelijk debat of in je wijkcentrum of binnen een bedrijf waar je werkt. Maar dit is even de manier waarop ik er vaak mee in, waarmee ik er vaak in aanraking kom. En dat is politiek bijvoorbeeld. Dus vandaar dat ik het daar veel over heb. Nou, en wat wordt door wie al gedaan? Dat is goed. Dus je moet niet... En dat brengt me straks ook naar het volgende punt. Je moet even heel goed weten wie wat waarover zegt. Wie welk dossier al onder zich heeft zitten. En wie wat waarom doet. Anders ga je elkaar dubbelen. Dan ga je krijg je een soort kruisbestuiving. Dat is allemaal onduidelijk. Wij hadden dat ook toen ten tijde met de stembus. Toen kwamen we nog 2-3 andere grote initiatieven tegen. En dan moet je in ieder geval zorgen dat je elkaar niet in de weg zit. Dat je niet, als je hetzelfde wil in ieder geval, dat je even om de tafel gaat en even afstemt van oké, wij zeggen dit in ieder geval, dat jullie dat weten. Wij gaan dit doen, dat jullie dat weten. En dat hoeft niet, maar het werkt wel lekkerder. En ik denk dat het altijd goed is om even te onthouden. Een kleine bonustip: negeer adviezen en wees altijd onconventioneel. Eigenlijk moest dat geen bonustip, maar moet dat diep in je hart zitten als je iets wil veranderen in de maatschappij. Ik ga geen historische voorbeelden geven, want daar ben ik veel te klein voor en mijn nederigheid gebiedt mij dat niet te doen. Maar er zijn talloze voorbeelden te bedenken waar echt kantelpunten zijn geweest in de geschiedenis. En die zijn er nooit geweest door mensen die zich aan de regels hielden, maar altijd opstonden tegen heersende macht. Of dat nou politiek was, of dat nou maatschappelijk was, of dat nou mensen tegenover elkaar was. Negeer advies en wees onconventioneel. Wij gingen het kinderpardon doen. Wij maakten die documentaire. We hebben Nemmer tegenover Dijkhoff gezet. Wat heel onconventioneel was. En tegen alle adviezen in. Niemand wilde met ons werken. Geen goede doelen. Journalisten niet. Dat was allemaal heel ingewikkeld. Maar we zijn toch blij dat we het gedaan hebben. We zijn onconventioneel geweest. Want een kind meenemen naar de Tweede Kamer, dat is niet het allerleukste om te doen als je programma's maakt. Zeker niet als hij daar hoort dat hij naar Irak geschopt moet worden. Maar het was dat of daadwerkelijk naar Irak geschopt worden. En toen hebben wij toch tegen alle adviezen in, tegen alle normen in gezegd, Nemmer, we nemen je mee naar de Tweede Kamer. We zetten je tegenover die politicus. En hij vond dat zelf ook een goed idee. En ook zijn ouders. En we hebben hem ook begeleid met alles wat we gedaan hebben. En het was pijnlijk, maar nodig. En heel onconventioneel. En tot de dag van vandaag denk ik nog wel eens, oei, dat is toch wat als je met een kind daar staat. En het is echt niet dat ik daar vrolijk doorheen ben gewandeld. Maar ik heb er geen spijt van. En ik ben blij dat ik onconventioneel ben geweest en me aan nul adviezen heb gehouden. Want het is uiteindelijk wel geregeld, mede door toedoen van dat moment. Dus print dat in je hoofd. Negeer adviezen en wees onconventioneel. Zoek de grens maar op. Ga er maar overheen. Ga maar op je bek. Word maar teruggefloten. En dat is altijd beter dan dat je op voorhand netjes in de pas gaat lopen. Zo verander je nooit iets. De volgende. En dat is Start een Burgerinitiatief. En dat sluit ook een beetje aan bij de vorige punten. In Nederland kun je een burgerinitiatief starten. En dat werkt zo. Je begint de petitie. Je verzamelt minstens 40.000 handtekeningen. Je moet dat een marge van 10% is wel lekker, omdat er altijd wat neppen bij zitten. Dien het in en spreek in de Tweede Kamer. Nou, dat klinkt allemaal heel erg makkelijk zo natuurlijk. Maar er zijn een aantal spelregels. Die lees ik even voor je voor, zodat je weet wat je moet doen. Maar dit is echt vet. Iedereen in Nederland kan een burgerinitiatief starten. Als jij denkt, oh mijn god, er is nu een wet en die klopt niet. Als je een goed verhaal hebt en je pitcht het goed en je houdt en serieus en je denkt echt, je neemt wat ik vertel een beetje in acht, dan kan het echt dat je gehoord wordt door de politiek, omdat de media de aandacht aan besteden, omdat het een goed idee is en wie weet verander je wat. Dus begin een petitie, verzamel die handtekeningen, dien het in, spreken in de Tweede Kamer. De spelregels zijn als volgt, die les ik even voor.
1. Uw voorstel is nieuw. De laatste 2 jaar is het onderwerp niet in de Tweede Kamer aan de orde geweest. En daar moet je dus een heel concreet haakje zoeken en heel goed spitten. Mail ook maar Kamerleden waarvan je denkt dat ze het met je eens zijn. Die help je altijd, doen wij ook. We hebben een hele horde, en dat klinkt doodeng, maar aan Kamerleden waar wij af en toe echt even mee bellen en zeggen, hoe zit het met deze wet als wij bijvoorbeeld een boos maken over iets maatschappelijks? Nou, uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de Tweede Kamer beslist. Dus een kwestie die de Rijksoverheid en niet een andere overheid aangaat en geen privé-kwestie is. Dus je kan niet zeggen, hier 40.000 handtekeningen, ik wilde mijn buurman verhuizen omdat het een lul is. Dat kan dus niet. Maar je kan wel zeggen, 40.000 handtekeningen, want ik wil dat er een wet komt die zorgt dat de woningbouwvereniging mij niet zomaar mijn huis uit kan donderen omdat mijn buurman mij een lul vindt. Dat kan wel. Nou, uw voorstel mag niet in strijd zijn met ons land diepgewortelde normen en waarden. Geen seksisme, racisme en zaken als die. Uw voorstel gaat niet over de grondwet, de belastingen of de begrotingswetten. Dat is echt andere routes moet je daarvoor nemen. Duurt ook veel langer als je aan de grondwet wil morrelen. Ik zou heel graag artikel 23 anders zien, omdat het nu een discriminerende wet is. Nou, ik heb het wel eens geprobeerd. Dat is een hele lange route. Het burgerinitiatief moet een duidelijk voorstel bevatten, bijvoorbeeld om een bepaald verbod af te schaffen of juist in te voeren. Dus niet slechts een verzoek om aan een bepaald onderwerp een debat te wijden of enkel een klacht. Dan komen we even terug bij het begin. Wat ik net al zei, maak het concreet, zoek een haakje. Niet een heel breed dossier, maar zoek iets concreets. En dat is veel werk, maar het werkt wel. Dus dat burgerinitiatief, dat kan je starten. En ga even zitten en stop het even in je hoofd hoe fucking vet het is dat dat kan in Nederland. Dat je dus echt, je hebt echt met een internetverbinding en een goed idee de macht om iets in de Tweede Kamer bespreekbaar te maken en daar ook nog zelf even je verhaal over te doen. Het kan. Ik heb het gedaan. Het kan. En ik weet, ik heb makkelijk lullen, want ik heb een camera en zo, maar dat was voor mij 4-5 jaar geleden ook nog niet zo groot als dat het nu is. Maar het kan. En anders kan je altijd beginnen met media maken en het via die route doen. Want ik ben ook ergens begonnen. Maar ik wil alleen maar zeggen, het kan. Je kan de wereld veranderen, ook op deze manier. Denk als een autodealer. Dit is de allerlelijkste tip die ik heb. Maar het is een hele fucking belangrijke. Als je iets wil veranderen, dan heb je media nodig, bijvoorbeeld. Daar kom ik straks even bij punt 5 op terug. Dan heb je media nodig. En wat heb je dan nodig? Een goed verhaal. Een goed en duidelijk verhaal. En daarom is denk als een autodealer een hele handige tip. Namelijk, je verkoopt iets. Je verkoopt een idee. Punt. En het enige verschil met een autodealer kan zijn dat een autodealer het misschien mooier maakt dan het is. Dus die zegt, nou, dit is echt een fantastische Nissan. Ja, moet je kijken, dit is mooi en onder de motorkap, misschien laat hij wat details weg. Dat moet je niet doen, maar je verkoopt wel, punt. Dus als je iets wil veranderen op grote schaal en je wil dat het opgepikt wordt door de media, of je wil dat het opgepikt wordt door een grote groep mensen, of binnen het bedrijf waar je werkt, wil je gewoon een korte, heldere pitch hebben. Heb een heldere boodschap. Concreet, duidelijk, wat wil je, wat moet er anders? Wat valt er te winnen? He, dus ook voor de mensen die je met je mee wil krijgen. Wat valt er nou eigenlijk te winnen? Dat kan het redden van een kinderleven zijn. Maar het kan ook een wet die voor heel veel mensen heel veel beter is. Een leenstelsel wat omdondert. Waardoor heel veel studenten geen schuld op gaan bouwen. Bijvoorbeeld. Verkoop die winst. Dus zeg dat ook. Luister, dit is gewoon echt wat we moeten willen met z'n allen. En denk in beeld. En dat is altijd goed. Want tekst is ook maar tekst. En dat klinkt heel stom. Zeker van iemand. Ik lees heel graag. Maar tekst is wat ingewikkelder, dus denk in beelden. Wat wij bijvoorbeeld deden, moet ik even terug. Wij gingen de petitie indienen voor het kinderpardon. 250.000 handtekeningen. Die hebben we toen in plaats van een USB-stickje, hebben we die uitgeprint. Of in ieder geval omgerekend hoeveel kilo papier dat moest zijn. 110 kilo papier. Ja, en daar hebben we de uitgeprint. En toen ben ik met een car met die handtekeningen en nemmer in gaan dienen. Dat was veel mooier beeld en veel helderder en meer te begrijpen dan een USB-stick. Want je snapt namelijk, dat zijn veel mensen. Bij een USB-stick zie je dat niet. Bij een stapel papier zie je dat wel. We mochten daar maar met 100 man voor de deur staan. Echt max bij de Tweede Kamer, anders ben je strafbaar. Dus wat hadden we gedaan? We hadden bijvoorbeeld alle borden met kinderpardongemeentes, dus waar een motie aan was genomen van, hey, wij willen dit kinderpardon ook,
hadden we uitgeprint, borden van gemaakt en het aantal inwoners van die stad er neergezet, zodat je kon zien dat zo'n bord een stad vertegenwoordigde. En in plaats van 100 man stond daar opeens 6 miljoen man. Om door die getallen op de borden. Nou, zo kan je dus met beeld maken eigenlijk heel snel een boodschap verspreiden. In plaats van met alleen maar tekst. Doe ermee wat je wil. Maar het is volgens mij een hartstikke handige tip als je dus iets wil veranderen op grote schaal. En nummer 5. Massa maakt macht. Mijn eindredacteur Leon die zei: Tim, dat massa maakt macht. Misschien moet je dat veranderen, want het klinkt te zwaar. Maar het is zo. Massa maakt macht. Want massa heeft invloed en invloed heeft macht. Dus mensen met macht die je beïnvloedt, dat maakt jou indirect een machtig persoon of een machtige groep. Dus wat je ook doet, als je dingen op grote schaal wil veranderen, maar ook op kleine schaal, zorg dat je met zoveel mogelijk bent. Of de boodschap door zoveel mogelijk mensen gezien wordt. Nogmaals, dat moet je even vertalen op de manier zoals je dat zelf zou willen. Hè? Dus ik weet niet wat je thuis op de bank zou willen veranderen of wat je zou willen doen. Of als je tijdens of na de coronacrisis denkt, nou, dit moet anders, hier moet aandacht aan besteed worden. Stel, je maakt je heel erg druk over de GGZ of over de horeca of over iets anders wat door deze crisis geraakt gaat worden en je wilt het agenderen, maar je denkt niemand ziet dit nog. Zorg dat je met veel bent. Unite, verenig fysiek. Zorg dat je bij elkaar komt. Wij doen dat ook met Coalitie Ei. We zoeken mensen bij elkaar. Wij hadden ook ten tijde van het kinderpardon hadden wij een werkgroep, een grote ronde tafel. Serieus, zoals die ridders vroeger. Je kan ook online verenigen. Doe dat met een petitie dus. Of een Facebookgroep. Het maakt niet uit. Een WhatsAppgroep als je maar verenigt. Want je bent met z'n tweeën twee keer zo sterk in je eentje. En met 10.000 hè, en met 100.000. Nou, je kan de rekensom maken. Maar verenig. Wat ook handig is. En dat is het model wat je misschien kan toepassen. Is niet zorgen dat je direct heel veel volgers hebt, op Twitter bijvoorbeeld, maar dat je volgers hebt met veel volgers. Dus je kan beter door 10 journalisten gelezen worden, als je wat zinnigs hebt, die daarover kunnen schrijven en de krant daarmee kunnen vullen, die allemaal 100.000 lezers hebben, dan 1.000 volgers in je eentje regelen, als je dat sneeuwbaleffect wil. Omdat dat eerste scenario veel groter effect heeft dan dat tweede scenario. Dus volgers versus volgers met volgers. Denk er even goed over na. En dus organiseer. Dat is zo belangrijk. Organiseer jezelf. Dus dat sluit een beetje aan op dat fysiek en online verenigen. Maar begin een club. Zorg dat die club divers is in de breedste zin van het woord. Dus verschillende achtergronden, verschillende input, verschillende visies, verschillende meningen. Als uiteindelijk maar die neus dezelfde kant op gaat. Organiseer jezelf. En je kan je natuurlijk ook altijd aansluiten bij een club van de FNV tot aan een partij, tot aan een denktank. Dat ligt eraan wat je wil. Dat kan ook de raad binnen het bedrijf zijn waar je werkt. Dat is altijd nog een scenario. Sluit je aan bij een club. Als jij denkt, shit man, er gaat nu iets mis in de crisis, maar ik wil dat de FNV daarover praat, word lid. Stuur een mailtje, ga naar die vergaderingen toe en je hebt invloed. En dan het instituut FNV regelt dan wel weer dat de sneeuwbal groter wordt. Maar organiseer je alsjeblieft, doe het. Er is altijd kans op verandering en die begint er ook altijd gewoon in de huiskamer van één iemand. En dat is denk ik heel lekker om je te beseffen. Dit zijn natuurlijk allemaal de grote plaatjes. En ik wil, nu heb je 5 tips gehoord. Hoe kan je nou, en er zijn nog meer. Hè, en ik kan hier 100 uur over praten. Ik heb nog zo 5 of 10 tips voor je. Vanuit mijn optiek, dan kan ik ook nog mensen bellen die er nog veel meer van weten. Je kan ook boeken kopen op bol.com, waar ongetwijfeld nog veel slimmere dingen in staan. Dit is in ieder geval vanuit wat ik afgelopen jaar gedaan heb. Ik moet eigenlijk zeggen we gedaan hebben. Maar het is allemaal heel groot. En ik wil alleen nog even zeggen dat het net zo belangrijk is in deze tijd. Als je wat goeds wil doen voor de maatschappij of iets wil veranderen, dat je gewoon, denk ik, goed voor elkaar zorgt. Hè? Iemand die in de zorg werkt en nu in de frontlinie staat, die heeft zo ongelooflijk veel impact en invloed en op mensenlevens. Dat
moeten we niet uit het oog verliezen. Hè? Dus ook, maar ook de mensen die het vuilnis ophalen, de jongens die de vakkenvullers nu zijn, de mensen die in de GGZ werken, die mensen stabiel houden of proberen te houden. En zo kan ik nog 100 beroepen denken. Dat is zoveel waard. Maar als je dat al doet of dat niet toereikend voor je is, dan is dit misschien, deze tips, iets waarmee je de komende crisis kan proberen de zon wat harder te laten schijnen in onze maatschappij. En je kan ook nog altijd impliciet dingen veranderen. En dat is door het gewoon maar te doen. Wat ik met mijn progressieve hoofd vaak doe, is dat ik niet meer alleen over hij en zij praat, maar ook over die. Nou, ik heb daar nog nooit een grote column over geschreven dat je dat moet doen. Maar ik doe het gewoon. Dat kan net zoveel doen. Dus het kan impliciet zijn. Wat ik probeer te zeggen is, als je heel erg gestrest raakt van het idee van, oh mijn god, ik moet per se 40.000 handtekeningen verzamelen, anders verandert er nooit wat. Zeker niet. Dat kan. En anders, de kleine dingen zijn ook goed. En dat wilde ik nog even kracht bijzetten met het volgende fragment van Rutger Bregman van een paar uitzendingen geleden. En die zei het volgende. Ik vind het altijd leuk om zo ook over het leven na te denken. Dat alles wat je doet, beïnvloedt ook mensen die je nooit gaat ontmoeten. Want jij beïnvloedt mensen die jij ziet. En die beïnvloeden weer mensen die jij niet zal zien. Maar die zullen wel beïnvloed zijn door jouw gedrag. Ook al hebben ze jou nooit ontmoet. Dat virale waar ik het net over had. Ja. Nou, dat is hoe een virus natuurlijk ook werkt. Hij zei, goed doen is eigenlijk ook een soort virus. Dat, hè, als jij iets goeds doet en twee anderen ontvangen dat en die doen ook weer iets goeds, dan is dat ook een olievlek die verspreidt. Dus de wereld veranderen kan ook beginnen op hele kleine schaal. En dat wilde ik alleen nog even zeggen. Dat je niet denkt, shit, nu moet ik allemaal hele grote dingen doen. Want dat hoeft niet. Maar het kan wel. En zo is het ook. Hallo. Sorry. Ja, maar doen. Gaat heel goed dit. Ik probeer een goede positie te vinden. Oké. Hoe gaat het met mijn lieftallige collega die ik onderhand toch echt een beetje begin te missen in mijn leven? Echt waar? Ja, wel ja. Maar nu echt? Niet als grapje? Ja, nou, weet je, ik had net leuk werknieuws. Dat kan ik hier nog niet vertellen. Oh. Maar dan denk ik wel, oei, dit moeten we vieren met champagne in de kroeg. En dat vind ik heel leuk om bijvoorbeeld met jou te doen. Oh, dat soort pieken doormaken, weet je wel. En, ga je me zo vertellen wat het is dan? Ja. En ik had ook, ik zat deze podcast die ik net ingesproken heb te maken. Ja. En dat ging ook over boos en de avonturen die je beleefd hebt. Toen dacht ik, shit man, we hebben echt vette dingen gedaan, toch? Mist het wel. Ja, wel ja. Ja, maar wij doen natuurlijk heel close samen. Kijk, voor de schermen is dat het een beetje, doen wij altijd dom tegen elkaar. Maar we zijn natuurlijk heel close met dat soort projecten en vrienden. Dus nou, wat ik even gezegd heb. Nou, fijn. Mooi, wat hebben we fijn deze week? Dat je de wereld ook weet. Ja, whatever. Ah, wat, ja. Wat hebben we? Nou, het is een beetje iets anders dan normaal. Maar we hebben op dit moment natuurlijk Serious Request op 3FM lopen. Ja. En eigenlijk wilde ik gewoon daarbij een beetje oproepen dat je nog steeds een plaat kan aanvragen. Ja. Want zij proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis. Wat ze normaal gesproken natuurlijk met de kerstdagen doen. Maar nu in deze coronatijd proberen ze dat nu te doen. Ja. Dus dat is wel een goed initiatief natuurlijk. Het loopt toch tot zaterdag. En je kan platen aanvragen of je kan gewoon doneren. Jij hebt volgens mij ook al gedaan, toch, voor het Rode Kruis? Ja, ik heb gedraaid vorige week en het was heel bijzonder. Rode Kruis doet onder andere, doen zij samen met de voedselbank werken. Ik was toevallig bij Rode Kruis in Hagen. Zij zorgen dan mensen die het niet op kunnen halen nu, dat eten, dat wel bezorgd wordt ook. Mm-hmm. En dat mensen minder eenzaam zijn. Ook voedselbank trouwens ook natuurlijk fantastisch. Dus ja, ik was eigenlijk onder indruk. En Rode Kruis, dat zei ze daar, we hebben het drukker dan ooit op de Nederlandse tak. En zij zijn echt heel erg bezig met zorgen dat dingen goed gaan in Nederland. Want er gaat gewoon echt heel veel fout. Er zijn gewoon heel veel mensen die dit er net niet bij konden hebben en die dus nu hulp nodig hebben. Ja, precies. Nou, dus daarom is het een goed initiatief, denk ik. Ja. Er zijn natuurlijk ook andere dingen dan voedselbanken. Ze zetten allemaal huisartsenposten op. En je hebt van die zorghotels waar allemaal mensen met corona zitten die niet zelf thuis kunnen blijven. Daar helpen ze ook. Ja. En ze nemen heel veel klusjes over van juist artsen, zodat artsen zich echt vol kunnen focussen. Ja. Op het behandelen van patiënten. Dus het is wel echt belangrijk, denk ik. En je kan ook Ready to Help doen. En dan kan je volgens mij zelfs aanmelden om te helpen. Ja. En dat ga ik ook doen.
Ja, jij gaat het doen, hè? Ja, ik vind het wel belangrijk, ja. Ja, ik, ja. Deze week moest ik nog even wat dingen afronden, maar ik ga er wel, dat wil ik wel echt doen. Ja, als mijn moeder in het ziekenhuis kan staan, dan kan ik het ook. Of iets dergelijks. Ik wil ook medicijnen rondbrengen, maakt me helemaal niet uit. Hey, luister. Welke plaats zou jij aanvragen bij 3FM voor Serious Request? Martin Garrix, High on Life, denk ik. Leuk. Ik vind het leuk. Ik vind heel veel van jouw muziek, eigenlijk al jouw muziek, niet leuk. Maar Martin, ik heb een paar keer ontmoet ook. Martijn. Leuk vent. Is gewoon leuk vent. Ja, oké. Ja, vind ik echt leuk vent. Normaal zei ik die muziek altijd af voor. Nooit Martin Garrix. Nooit Martin Garrix, altijd de rest. Altijd en Zed. Zed vind ik ook leuk. Dat luister je ook. Ja, ik ook. Ja, heel leuk. Maar verder niet. Niet over Formule 1 beginnen nu, dat soort zaken. Oké, is goed. Oké. Hey, Serious Request dus, Rode Kruis. Ja, dus dat. 3fm.nl/plaat. Of 3fm.nl/doneren. Kan het allebei. Helemaal goed. Ja. Marije, dankjewel. Okay. Hey, bedankt. Jij en ook. Tot ziens. Later. Dag. Ja, je kan altijd doneren aan Serious Request. Ik was vorige week mee met het Rode Kruis en de voedselbank. En die doen echt hele goede dingen nu. Tot zover aflevering 9 van de Boos Anti-Corona-Depressie podcast. Gemaakt om jou wat moed te geven. Ja, ik hoop dat je wat aan hebt. Dat je mooie dingen gaat doen. Dat je geïnspireerd voelt. Als je nou tips, ideeën, wensen, oproepjes of whatever hebt, mail ons even op boos@bnnvaren.nl. Abonneer ook op onze kanalen. En dat kan op YouTube, op Spotify of in de podcast app. Daar kan je ook die van vorige week nog even terugluisteren op al die kanalen. En wees veilig, denk aan je medemens. En niet vergeten, maak je bed op. Iedere ochtend. Is goed voor je hoofd. Ik zeg tot de volgende podcast. En zet hem op met de wereld een stukje beter maken. Groetjes van deze hopeloze ideoloog. Maar ik kan niet anders, geloof ik.